Het vrije debat wordt nu gewoon totaal ingedampt door publieke actoren met een agenda. Vandaag bespreken wij de discussie tussen Thierry Baudet en Kajsa Ollongren bij Jinek op 18 december 2017. Naast mij zit voor de zoveelste keer Joris van Laarhoven. Excuses. Misschien moet ik beginnen met zeggen dat dit de derde keer is dat het programma Jinek voorbij komt in de snijtafel. Eerste keer met jou, maar het is al twee keer gebeurd. Alleen anders nu is dat Eva Jinek, haar interviewtechnieken, niet het onderwerp zijn vandaag. Het gaat echt om de confrontatie tussen deze twee politici. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren kondigt maatregelen aan om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Ze heeft hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Het verspreiden van desinformatie zou de publieke opinie kunnen beïnvloeden. Ik vind het goed van Eva Jinek, want ze heeft eerst over nepnieuws, dat is natuurlijk de gangbare term. Maar vervolgens heeft ze het over desinformatie. En dat woord desinformatie is denk ik een betere term. Wat ik wel een gemiste kans vind, is dat Jinek niet uitlegt wat desinformatie is. En dus zal ik het nu maar even doen. Twee hoogleraren en een onderzoeker van de University of Arizona hebben in 2017 een heel nuttig rapport uitgebracht. Zouden we misschien ook de link naar kunnen zetten. Waarin wordt getracht juridisch grip te krijgen op dat begrip fake news. En zij merken op dat op verschillende manieren wordt gebruikt. En dat vertroebelt de discussie. Zij hebben een hele handige visueel overzicht gemaakt. Je ziet hier dat ze grofweg 5 vormen van fake news onderscheiden. Twee vormen, en dat is heel belangrijk, die niet de intentie hebben om te misleiden. 1 satire, dus The Onion, The Spelt, The Day to Day, The Daily Show. Allemaal parodieën op nieuws. En in die zin nepnieuws, maar geen desinformatie. De andere vorm van niet intentioneel misleidende fake news zijn andere vormen van humor, zoals de nepaccount van Poetin, Darth Poetin, KGB. Het kan zijn dat mensen daarin trappen, maar dat is niet de bedoeling. En die andere 3 vormen, en dan komen we natuurlijk dichter bij het probleem, namelijk die wel de intentie hebben om te misleiden en er ook geregeld in slagen, die kunnen redelijk onschuldig zijn. 1 vorm die zij noemen is trolling, dus trolls die misleiden mensen of die liegen of die nemen positie in die ze misschien helemaal niet zelf hebben, maar alleen maar om mensen te zieken en dat alleen maar voor hun eigen plezier. Maar ook hoaxes en bona fide propaganda vallen onder de type fake news die wel de intentie hebben om te misleiden. Misinformation, dat is ook feitelijk onjuiste informatie, maar daar zit geen kwaadaardige intentie achter. Dat is gewoon slordigheid of slecht ingelicht of niet slim genoeg of wat dan ook. Het is gewoon fout, maar niet ontworpen om fout te zijn en te misleiden. Disinformation is deliberately aimed at deceiving others. Overigens, disinformation is niet geheel ontoepasselijk afgeleid oorspronkelijk van het Russische woord desinformatie, als ik het goed uitspreek. En 1 laatste ding dat nog belangrijk is, en dan hou ik op met dit lange stuk, is dat disinformation niet per se, meestal wel, maar niet per se onjuiste informatie is. Het kan ook zijn dat het correcte informatie is, maar heel erg selectieve informatie, echt gecherrypicked, en dat heel erg wordt versterkt, terwijl het klopt, waardoor ook het debat wordt gestuurd. Dus samenvattend, het fake news waar we het hier over willen hebben is niet satire of een andere vorm van humor. En het is ook niet informatie die onbewust of per ongeluk onjuist is of gekleurd. Het is zelfs niet altijd onjuiste informatie. Het is iets als meestal onjuiste, maar soms ook juiste informatie die opzettelijk ingezet wordt om anderen te misleiden. En dat kunnen we omschrijven als desinformatie. Nou, nu we alle kijkers eventjes kwijt zijn, kunnen we denken, gewoon voor onszelf. Met name Rusland wordt ervan verdacht nepnieuws actief te verspreiden. Gisteren bijvoorbeeld zat dit onderwerp in Nieuwsuur. Het zou gaan om een aanslag op deze kathedraal in het centrum van Sint-Petersburg. Ook andere drukke plaatsen in de stad zouden doelwit zijn. En dit zouden beelden zijn van arrestaties, uitgezonden door de Russische staatstelevisie. In de video bekent een arrestant zelfs dat hij een aanslag wilde plegen. Dat is inderdaad wel te mooi om waar te zijn. Ja. En dat doet een beetje denken aan showprocessen in de tijden van de Sovjet-Unie. Ja. Weet u inmiddels of dit echt is of niet? Nee. Wat denkt u? Ik weet het echt niet. Dat is een beetje het probleem ook met dat nepnieuws. Dat het heel moeilijk is om te achterhalen waar het precies vandaan komt. Of het echt of het nep is. Dit vind ik meteen al geen ijzersterke start van Ollongren. Want veel nepnieuws is juist eenvoudig te ontmaskeren. Maar we weten wel dat het gebeurt.
Dat er nepnieuws wordt gecreëerd, dat er pogingen worden gedaan tot beïnvloeding door Rusland, trouwens ook door andere landen, in westerse landen. U kunt het niet zelf uitvogelen. Het komt niet aan op uw eigen kritische kijk op het nieuws. Het is heel moeilijk te achterhalen. Mm-hmm. Ik kan het zelf ook niet. Ik heb geen idee of dit echt is of niet. Maar mm-hmm. we weten 100% zeker dat het heel erg aan de hand is. Ja. Die combinatie die kan verdenkingen creëren bij mensen. Klopt, daar ben ik mee eens. En dit sluit ook op een vervelende manier aan bij de eerste brief die ze aan de Tweede Kamer schreef hierover. In die brief werd maar één voorbeeld genoemd van nepnieuws. Dat was een site in het Russisch waar dan verkeerde informatie over MH17 op zou staan. Ja, er ontstond eerst al verbazing en hilariteit omdat niemand die site kon vinden die zij dan noemden. En zelf wilden ze er niet naar verwijzen, zogenaamd omdat dan te veel mensen ernaar zouden gaan kijken. Mm-hmm. Uiteindelijk wist zondag met Lubach die site te vinden en er bleek alleen correcte informatie over MH17 op te staan. Yeah. Met deze brief heeft Kajsa Ollongren zichzelf en de strijd tegen het nieuws echt geen dienst bewezen. Wat ik sowieso goed vind is dat zij zegt dat we weten dat het gebeurt, wat denk ik zo is. Ja. En de onthullingen rondom de IVD van de afgelopen maand, die onderschrijven dat ook. Ja. En je zou dus denken, het is gesneden koek dat er in ieder geval pogingen worden gedaan. Of die succesvol zijn, is een tweede. Mm-hmm. En of er iets tegen moet doen, is een derde. Maar even één, dat het gebeurt. Maar dat is helemaal voor heel veel mensen helemaal niet zo'n gesneden koek. Bijvoorbeeld voor Thierry Baudet. Ja. Want onlangs, volgens mij ten tijde van deze opname vorige week, twitterde hij bijvoorbeeld dat hij niet weet of dat verhaal van Nederlandse AIVD-hackers waar is. Maar dat het in ieder geval een heel raar verhaal is dat aan alle kanten rammelt. En wat doet hij om die skepsis te onderbouwen? Dan linkt hij naar een artikel geschreven door een vrouw die in Moskou woont, die daar zelfs asiel heeft aangevraagd. Denkt dat de Seth Rich Clinton samenzwering waar is, een 9-11 truther is. En die dacht dat gaten in het plafond van haar Nieuw-Zeelandse huis spionagegaten van de Deep State waren. Dat is de vrouw waarop Baudet zijn skepsis baseert. Mm. De editor-in-chief van Russia Today, Margarita Simonyan, werd in 2012 geïnterviewd door een Russische krant. Niet door een Westerse krant of andere, maar een Russische krant. En die zei, en dit is de Engelse vertaling: in 2008 we were fighting, the defense ministry was fighting with Georgia, but we were conducting the information war. And what's more, against the whole Western world. Dat zegt ze over 2008, maar ze zegt elders ook nog dat het nu, in 2012, ook nog aan de gang is. Dus Russia Today ziet zichzelf, niet dat Russia Today hetzelfde is als die Russische bots, maar Russia Today ziet zichzelf als een militair wapen in een informatieoorlog. En als we naar een percentage kijken, als we kijken naar het totaal aanbod van nieuws, wat voor percentage, waar praten we dan over? Is het 30%? Nee, weet je, dat zou ik echt niet durven zeggen. Vind ik ook weer jammer. Ik bedoel, misschien heeft ze hele goede redenen om dit niet te durven zeggen. Misschien is het nog niet duidelijk, niet in kaart gebracht. Maar dan zou ze dat moeten zeggen. Je maakt jezelf kwetsbaar voor tegenaanvallen als je zegt, er moeten maatregelen genomen worden. Ja. En vervolgens, ik heb niet echt voorbeelden, ik kan ook niet echt aangeven hoe groot het probleem is. Ja. Ik denk, we moeten ons realiseren dat nieuws verspreidt zich nu heel anders dan 10 jaar geleden. He, gewoon door het internet, door de social media gaat het veel en veel sneller. En is het ook veel moeilijker om te bepalen waar het eigenlijk vandaan komt. Dit vind ik het eerste echt goede punt van Ollongren. Ja. Een belangrijk verschil dat mij opvalt tussen de klassieke media en de nieuwe sociale media op het internet, is dat de eerste groep redacties heeft. En een raad van de journalistiek. En organen die controle uitoefenen. Ja. En de tweede, niet of nauwelijks. Terwijl Facebook wel gewoon een private organisatie is. Mm-hmm. Dus Facebook is goed te vergelijken met een krant wat dat betreft. Ja, inderdaad. Facebook is niet zuurstof. Zo wordt het wel beschouwd door veel mensen. Alsof Facebook het internet is. Maar het is gewoon een privaat bedrijf. Dus je zou Facebook best kunnen vergelijken met een soort krant zonder redactie. Ja. Waar iedereen alles maar in mag zetten. Ja. En het wordt dus een hele dikke krant, veel te dik om te lezen. Mm-hmm. En hoe ze dat oplossen is dan, jij krijgt, als jij je abonneert op de krant Facebook, zal ik maar zeggen, krijg jij een selectie van die krant op jouw deurmat, die geselecteerd is door een algoritme. Nog niet eens door een mens, maar door een algoritme dat bepaalt wat jij waarschijnlijk wil lezen. En daarin zie je ook het populisme terug, naar mijn mening. Mm-hmm. Aantal likes, dus de hoeveelheid aandacht die iets krijgt, is toonaangevend, is de maatstaf voor kwaliteit eigenlijk. Als je Facebook op die manier met de krant vergelijkt, dan zie je denk ik ook een reden waarom dit nu misgaat. Ja, en ook een reden waarom de overheid
misschien wel zou moeten ingrijpen, omdat die bedrijven het zelf niet doen. En toevallig is er vandaag een onderzoek uitgekomen van de Universiteit van Cardiff. Die hebben gezien dat er Russische Twitter-accounts heel actief zijn geworden rondom aanslagen. Dus echte aanslagen die gepleegd zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dus belangrijk, geen mensen uit het Verenigd Koninkrijk. Twitter-accounts die dat accentueren, die de publieke opinie proberen te beïnvloeden, die het proberen het debat een bepaalde richting in te duwen. Wat zij hier nu omschrijft, hoeft niet per se nepnieuws te zijn. Hè? Nee, maar dat is dus een voorbeeld van feitelijk correcte desinformatie. Ja. Althans, dat mag je aannemen als het vanuit Rusland wordt gestuurd. Ja. Sceptici kunnen hier denken, Ollongren verzet de doelpalen. Inderdaad, want het is echt nieuws. Die aanslag is echt. Ja, precies. En het gaat hier over beïnvloeden, accentueren, bepaalde richtingen duwen. Ja, doen we dat niet allemaal als we debatteren? Inderdaad. En is dat wel nieuws? Maar onder de noemer desinformatie is het een uitstekend voorbeeld ervan. Ja. Ja. En het is wetenschappelijk onderbouwd. U schrijft in die brief, we worden stiekem beïnvloed. Als ik u zo hoor, dan wantrouwt u waarschijnlijk alles wat u leest. Ik heb dus het idee dat Ollongren's opening een klein beetje aanleiding heeft gegeven tot deze opmerking van Jinek. Ja. Daarom denk ik dus dat ze had moeten benadrukken, heel veel nepnieuws is wel gewoon duidelijk te onderscheiden van echt nieuws. Ja. Want dan hoef je dus ook niet alles te wantrouwen wat je leest. Inderdaad, ja. Ja. Dat gaan ze nu ook zeggen. Nee, ik wantrouw niet alles wat ik lees. Want ik vind, gelukkig hebben we in Nederland een hele goede journalistiek. Goede media. Die over het algemeen ontzettend goed hun feiten checken. Dus ik heb heel groot vertrouwen in de Nederlandse media en de Nederlandse journalistiek. Dus nu herstelt ze die schade een beetje, vind ik. Ja, daar is over gezegd. Nee, daar gaan we. Ik vind dit dus echt ongelooflijk gevaarlijk, hè, wat hier gebeurt. Wat je ziet is dat er vanuit politieke motieven en vanuit politieke actoren een oordeel geveld gaat worden over ons debat. Over het nieuws of de meningen of de informatie die we met elkaar delen. Een oordeel vellen is nog geen censuur plegen, wil ik al meteen zeggen. En ik ben ook benieuwd waar de Forum voor Democratie trollen in de comments onder deze video mee gaan komen. Aangezien ons werd verweten in de vorige Baudet-video aan ophitsing en demonisering te doen. Toen wij zeiden dat Baudets constante gehamer op er is een elite die ons zou moeten beschermen, maar tegen ons is gekeerd en externe vijand naar binnen haalt om onze cultuur te ondermijnen en om zeep te helpen en de pers, politiek. Vijand in ons eigen uniform. Ja, en inderdaad, vijand in zijn eigen uniform en de pers, politiek, internationale rechtsorde zit ook allemaal in het complot. Wij noemen dat gevaarlijk taalgebruik. Omdat wij dat zeiden, werd ons verweten door die Baudet-fans in de comments dat wij een ophitsing en demonisering doet. Nu doet hij exact hetzelfde met Ollongren. Het is heel gevaarlijk wat hier gebeurt. We hebben nu een paar honderd jaar dat we van de inquisitie af zijn. Even inquisitie op de achtergrond, zo. Ja. Gaat verder in, Dat we een open debat hebben, dat we met elkaar van mening kunnen verschillen. Wat zijn de feiten? Hoe moet je ze interpreteren? Mm. En nu, door het internet, doordat de gevestigde macht zich zo bedreigd voelt door dat internet en Facebook enzovoort, gaan ze dat de nek omdraaien. Nou, de gevestigde macht om te beginnen, daar is hij. Ja, inderdaad. Mag niet ontbreken in de redenering van Thierry Baudet. Inderdaad, elite. De elite, het partijkartel. Het is nog niet eens bekend wat de plannen van Ollongren eigenlijk zijn. Maar dat lijkt hij, dat lijkt hij al te weten. En hij lijkt ook te weten dat dus niet alleen de plannen een verkeerde uitwerking zouden hebben, maar de intentie erachter is niet de goede intentie die Ollongren nu geeft. Inderdaad, Dus ultiem wantrouwen meteen, jegens zijn gesprekspartner. Ja. En ik vraag me af ook of hij denkt dat Ollongren iets anders wil aanpakken dan ze zegt. Mm-hmm. Dus dat hij denkt dat Ollongren dus zit te liegen over haar intenties hier. Of dat hij gewoon gecharmeerd is van de dingen die zij wil bestrijden. Want dit is niet dat mevrouw Ollongren zich hier zorgen over maakt, maar er komt ook een soort taskforce en de Europese Unie geeft 4 miljard per jaar uit aan tegenpropaganda, contrapropaganda en zo. Dat klopt niet. NRC Hansblad heeft fact-checked of die 4 miljard klopt. Dat is veel minder, dat bedrag. Het is natuurlijk een bedrag voor communicatie, niet voor propaganda, maar dat is propaganda. Ja. Communicatie is propaganda. Alles is propaganda. Rusland doet dat. Maar heel het Westen doet dat ook. NPO doet iedereen dat ook. Doet dat. Alleen wij doen dat nu ook, omdat we bij de VPRO. Deze video wordt gepubliceerd door de VPRO, dus dat zegt alles. Ja, dat is precies. Natuurlijk hetzelfde. Zijn wij kritisch over Thierry Baudet. Men wil gewoon onze vrije uitwisseling van ideeën. Volgens mij ging het erom dat als er onjuiste informatie wordt verspreid. Dus als ik bijvoorbeeld nu een anonieme account zou hebben en ik zou zeggen: Thierry Baudet heeft gisteren een vrouw verkracht. Dat gewoon verspreid wordt. Ik vind het ook heel volwassen van Thierry dat hij deze duidelijk niet oprecht bedoelde opmerking van Jinek, die expliciet als doel had over te komen als lastelijk gefabriceerd bericht, juist om het punt te maken.
dat hij die toch heel serieus neemt. Nee, maar ik bedoel, ja, ik heb het over totale nepnieuws. Totale nepnieuws. Dat het verspreid wordt, dat je dan weerloos bent daartegen als iemand dat over jou verspreidt. Daar gaat het toch om? Nou, dan gaat het niet helemaal om, want dit gaat meer over laster. Waar ze wel correct de nadruk op legt is, het gaat Ollongren niet om het muilkorven van ideeën. Of de vrije uitwisseling van ideeën. Ja. Het gaat haar om het bestrijden van overduidelijke valse informatie. Het gaat haar eigenlijk juist om het meer vrijmaken van de uitwisseling van ideeën. Want die vrije uitwisseling wordt juist gemelkord en gefrustreerd door die injectie van desinformatie. Mensen die hier zo sceptisch over zijn, hebben dat compleet andersom. Nou nee, dat is dus precies waarom deze discussie zo gevaarlijk is. En ik wil er echt voor waarschuwen. Tweede keer, gevaarlijk. Daar begint het natuurlijk mee, met dat soort voorbeelden. Geleidende schaal erop reden. Maar vervolgens komt er een instantie die macht gaat hebben over de nieuwsberichten die wij nog kunnen delen. Als iets als fake news wordt aangemerkt, dan gaat Facebook ervoor zorgen dat bijna niemand dat meer ziet, die berichten. Dit klopt min of meer. Facebook is dus bezig met een samenwerking met nu.nl en de Universiteit Leiden. Daar gaan ze het later ook nog meer over hebben. Mm-hmm. En het idee is dat Facebook-gebruikers kunnen aangeven, dit is volgens mij verkeerde informatie opzettelijk. Ja. Nu.nl en de Universiteit Leiden gaan beoordelen of dat klopt, als veel mensen dat aangeven. En als dat al volgens hen klopt, dan wordt dat bericht een soort van getagd met onbetrouwbaar. Mm-hmm. En komt het ook onderaan de nieuwsfeed te staan. Dus krijgen inderdaad minder mensen het te zien. Wel even opvallend dat hij hier dus Facebook noemt als het voorbeeld van macht over de nieuwsberichten die wij nog kunnen delen. Ja. Maar Facebook is niet het internet. Dat ook. En Facebook is een privaat bedrijf die mag censureren wat ze wil. Ik stuur mijn brief naar de Volkskrant en de Volkskrant plaatst het niet. Ja. En nu moet ik het zelf gaan rondsturen. Ja, dan heb ik veel minder lezers. Ja, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk word ik gecensureerd door de Volkskrant. Mijn grondrecht wordt met voeten getreden. Ja. Nou nee, normaal niet. En kijk, als de Volkskrant jouw brief weigert om hele slechte redenen, dus als het een hele goede brief is en ze weigeren hem omdat hun hoofdredacteur wordt bekritiseerd, dan kun je zeggen het is censuurachtig, weet je wel? Er zit iets censuurachtigs in. Inderdaad, maar je kunt die brief nog steeds op je blog zetten, je kunt hem op allerlei manieren verspreiden. Er is geen sprake van echte censuur. En grondrechten beschermen vooral tegen de overheid. Inmenging door de overheid in jouw rechten en niet door de Volkskrant. Zelfs als de Volkskrant heel erg vals jouw uitstekende brief niet plaatst. Het gaat mij er niet om. Ik ben natuurlijk, iedereen is tegen foutieve informatie. Nou, Baudet niet. Hypocrisie rijkt tot buiten het zonnestelsel hier. Jezus. Baudet gedijt op foutieve informatie. Wordt juist door foutieve informatie alleen maar groter. En ook door de twijfel die er ontstaat over wat kunnen we wel vertrouwen en wat niet. Ja. Is alles niet een beetje foute informatie? Daardoor wordt hij juist groter. Ik bedoel, in dit gesprek geeft hij foute informatie. Die 4 miljard is fout. We hebben ook allemaal foute informatie aangewezen in de vorige... Inderdaad, zijn hele... Het is alsof er sharia-rechtbanken in Nederland zijn die er helemaal niet zijn. Inderdaad. Het is een foutieve informatie-ception. Hij zegt foutief dat hij tegen foutieve informatie is. En dat bewijst hij door heel het foutieve informatie te geven. Ja. Maar het gaat erom wie bepaalt wat foutieve informatie is en wie niet. Dit vind ik op zich een zeer legitieme vraag. Ja. Uit de mond van Baudet vind ik hem moeilijk te verdragen. Ja, dat is de centrale overweging, denk ik. Hoe waarborg je dat oordeel correct wordt geveld? Over de feitelijkheid of onfeitelijkheid van de informatie. Een andere variant van die vraag is, wie zou jij de taak geven om voor jou te bepalen wat jij wel en niet mag lezen? Nee, precies. En dan is het heel moeilijk om iemand te verzinnen. Heel veel beroemde denkers en juristen en anderen over het recht op vrije meningsuiting zien het voor zich als een marketplace of ideas. Dus een meningenmarkt die ook in hun optiek zo min mogelijk gereguleerd moet worden door de overheid. Opdat de burger als een meningenconsument of een feitconsument daar die markt kan betreden. En daar een goede mening ziet, daar een slechte. En daar een beetje kan shoppen. De beste mening zal overeind blijven. Dat is het idee. Maar dat idee is een beetje op losse schroeven komen te staan. Omdat de meningenmarkt, net als gewone economische markten, helemaal niet wordt bevolkt door mensen die puur rationeel denken. Snap je? De beste hamburger is niet van McDonald's, maar dat is wel veruit de meest verkochte hamburger. En economische markten worden ook constant gereguleerd door de overheid, door oneerlijke handelspraktijken en slechte producten. En ik denk dat desinformatie als een slecht product en als een oneerlijke handelspraktijk gezien kan worden op die meningenmarkt. En dat ook op basis daarvan regulering helemaal niet zo'n rare suggestie is. En Arjen Lubach heeft het ook gehad in een van zijn afleveringen over de strijd tegen nepnieuws. Macron die wil dat nepnieuws van internet kan worden verwijderd. Maar tuurlijk, maar wat is nepnieuws en wat niet?
In plaats van dat de pers dat zelf uitzoekt, of de burger, zoals dat hoort in een democratie, moet nu de Franse overheid gaan bepalen wat de waarheid is. Dat blinde geloof in die ideeënmarkt, dat kan ik ook koppelen aan de populistische kijk op democratie. Als we maar gewoon de meeste stemmen volgen, dan zullen we wel op de goede koers zitten. Want mensen weten op een wonderbaarlijke manier van zichzelf welke politicus gelijk heeft, en welke niet, wie er staat te liegen, wat er met het land moet gebeuren zonder dat ze daar expertise in hebben. De waarheid is niet democratisch. De waarheid is in veel gevallen heel elitair. Ja, inderdaad. En heel weinig mensen weten vaak bepaalde waarheden. Ja. Terwijl iedereen die eigenlijk zou moeten weten. Ja. En de enige manier om die waarheden populair te krijgen is gewoon door ze te verspreiden middels onderwijs en voorlichting en goede journalistiek. Mm-hmm. Zodat het niveau van de deelnemers aan de discussie hoger wordt. En hoe hoger dat niveau wordt, hoe meer je reden hebt om te zeggen wat Lubach zegt eigenlijk. En hoe minder, hoe minder ingrijpen je nodig hebt. Dus hoe meer mensen weten hoe, het drinken van ontstopper dodelijk is. Ja. Hoe minder waarschuwing je op het etiket hoeft te zetten. Ja. En hoe minder kindersloten je op moet zetten. En over kinderen gesproken, Arjen Lubach zelf vindt niet alleen dat religieus onderwijs geen geld van de staat meer moet krijgen, maar dat het helemaal afgeschaft moet worden. Het hele religieuze onderwijs moet worden afgeschaft. Alles. Dat is ook de overheid die bepaalt wat waarheid is. De overheid bepaalt wat als feit onderwezen mag worden aan kinderen en wat niet. Benjamin Franklin is hij geloof ik a republic if you can keep it. Weet je, we gaan democratie langzaam invoeren. Als je het aan kunt. Want als mensen democratie niet aankunnen, dan kun je ze het geven. Heel mooi gebaar. Ze heffen het zelf weer op. Inderdaad. Dan ze kiezen een dictator. Inderdaad. Omdat ze niet snappen hoe ze hun eigen democratie in stand moeten houden. Inderdaad. En ze worden via de vrijheid van democratie worden ze misleid. Ik vind het dus jammer dat hier geen begin wordt gemaakt aan het beantwoorden van die vraag. Want ik vind dat op zich een goede vraag. Ja. Maar het wordt bijna als een retorische vraag gezien hier. Inderdaad. Wie bepaalt het? Weet je niet. En mijn voorlopige antwoord op die vraag is: wie bepaalt dat? Zoveel mogelijk de kritische burger zelf. Inderdaad. Maar omdat de kritische burger niet altijd kritisch genoeg is, helaas. En omdat hij beperkte tijd en expertise heeft. En zelfs mentale capaciteit. Zelfs de meest slimme persoon heeft biases. Precies. Besteedt hij een deel van die taak uit aan mensen die hij vertrouwt, als het ware. Ja. Aan krantenredacties, aan redacties van televisieprogramma's, internetredacties en een beetje aan de overheid besteedt hij het uit. Ja. En de overheid in de zin van een iets dat democratisch gelegitimeerd is, met heel veel waarborgen omkleed. Ja. Waar ook weer controle op gevoerd kan worden, waar je tegen je in protest kunt gaan. Ja. En ik ben het ermee eens, zo min mogelijk uitbesteding is het beste. Zo min mogelijk, geen uitbesteding kan niet. Hetzelfde als met zo min mogelijk uitbesteding aan de strafrechter is ook ideaal. Ja. Maar toch kunnen ze maar 10% van de zaken aanpakken zelfs, van de strafbare feiten. Ja, dus iets aan dat idee van regulering van desinformatie prikkelt mensen, zelfs normaal heel kritische mensen, wat hier ook is natuurlijk, om te veel 1984 te denken. Ja. En dat is belangrijk. Dat moet je zeker. Dat is één ding dat je in je achterhoofd moet houden. Maar het andere, en ik hoop dat we dat nu een beetje onderbouwd hebben, is dat er ook hele goede redenen zijn om desinformatie enigszins te reguleren. Ja. Daar heeft u vast een idee over wie dat Daarom begon ik met te zeggen dat onafhankelijke journalistiek zo ontzettend belangrijk is. Dat... Ja, nou, ze begon dus eigenlijk met zeggen, je kunt het niet vaststellen, je weet het niet wat echt is en wat nep. Daar begon ze eigenlijk. Dit blijft haar achtervolgen. Ja, en dit klopt wat zij zegt hier. Mm-hmm. Dus onafhankelijke journalistiek is ontzettend belangrijk. Maar nu kom ik terug op die vage maatregelen die niet worden ingevuld, waar niet eens echt naar wordt gevraagd. Wat heeft zij als minister dan toe te voegen, behalve zeggen onafhankelijke journalistiek is goed en moet gestimuleerd worden? Maar dat is nou juist het punt van discussie. Ik vind de NPO helemaal niet onafhankelijk, helemaal niet neutraal. Wie vrij van zonde is, werpen de eerste stenen. Precies. Ja, is er iemand hier die altijd 100% objectief en betrouwbaar is? Nee. Nee, dat kan niet. Want dus laten we ophouden met oordelen te vellen. Inderdaad. Ik zie ook weer iets wat ik heel vaak zie bij kwalijke redeneringen. Mm-hmm. Het ontkennen van gradaties. Inderdaad, ja. Dus NPO is niet helemaal objectief. Sputnik is ook niet helemaal objectief. NPO Sputnik. Ja. En trouwens, ik maak me wel zorgen over de NPO. Dit programma is daar een bewijs van. Een van mijn zorgen is dat Thierry Baudet er de hele tijd zit. Nu ook weer. Hij wordt nu weer genegeerd door de mainstream media. Ja. Hij mag op de staatsomroep zeggen hoe erg hij de staatsomroep vindt. En hij mag op de staatsomroep de staat afschilderen als een vijand in ons uniform. Inderdaad. En als wij daar kritiek op leveren, op dat taalgebruik, dan
zijn wij aan het... Dan zijn wij de staatsomroep die hem demoniseert. Inderdaad. Dat is de balanceeract van Circus Baudetti. Heel eventjes, nu mag Paul Langer reageren. Nou, debat les 1. Ja. Nou, volgens mij is dus onafhankelijke journalistiek ontzettend belangrijk. Want die checken feiten. Ja, zoals dat NRC-artikel over die 4 miljard. Inderdaad. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat alle mensen in Nederland, maar vooral ook kinderen, ook meegenomen kunnen worden in hoe herken je iets wat echt is en hoe herken je iets wat niet echt is. Dus er moet gewoon mediawijsheid zijn. Dit is volgens mij uiteindelijk de oplossing. Onderwijs. Idealiter, ja. Als je aan mij vraagt, wat is nou het antwoord op kwalijke propaganda uit andere landen? Ja. Kritische burgers die weten hoe ze onzin moeten herkennen. Inderdaad. Ik heb ook staan uitstekend punt. En het is ook nog eens niet censurerend wapen tegen nepnieuws. Ja. En ik wil wel nog even opmerken dat Baudet hier helemaal niet op reageert. Hè? Niet van zegt van, oh, oké. Ik ben nog steeds niet eens met al die andere dingen dan. Maar dit vind ik een goed punt, of wat dan ook. Nee. Dit valt mee. Maar zij is gewoon een vijand in ons uniform, hè? Inderdaad, dus precies. Dus wat zij allemaal zegt, het is allemaal takia. Het is allemaal, dus als je het kinderen kunt leren, hè, om nepnieuws te herkennen, desinformatie te herkennen, is het dus niet zo ontzettend moeilijk te herkennen altijd, blijkbaar. Hè? Met beter onderwijs kun je een heel eind komen. Dus er zijn gewoon simpele dingen. Drogredenen herkennen. Anonieme bronnen leren wantrouwen, et cetera. Die best vrij simpele dingen die je kunt inzetten om een heleboel kaf van het koren al zelf te scheiden. Klopt. Ja. Al moet daar ook bij gezegd worden dat ook andere dingen die kinderen in theorie makkelijk geleerd kunnen worden. Zoals wat is wel gezond eten en wat niet, weet je wel. Ja. Dat kinderen daar niet altijd gehoor aan geven. Precies. Ik weet niet hoe dit aan zou slaan, maar ik vind het op zich al ernstig dat er nu de laatste jaren stemmen op beginnen te gaan. Ja, misschien moeten we kritisch denken echt gaan stimuleren. Mediawijsheid. Goh, kritisch denken zou de basis van het onderwijs moeten zijn. Mm-hmm. Het is namelijk de basis van onze vrije samenleving. Inderdaad. En niet een extra vakje wat je ook nog kunt volgen. En zo wordt het nu toegevoegd. En ik begrijp nogmaals het ideaal waar het uit voortkomt best. Ik kan best voorstellen dat je vanuit een naïef idealisme zegt, we gaan dingen die niet waar zijn, gaan we van het internet afdrukken. Ik ben ook ooit jong geweest. Nogmaals, Facebook is niet het internet, hè? Ja. Zeg je nu eigenlijk, Thierry, dat er helemaal niets tegen te doen is en dat je het maar moet laten passeren? Dus als iemand onwaarheden over jou zou publiceren, dan moeten we dat laten passeren. Nee, ik vind het ontzettend belangrijk. Er zijn natuurlijk smaad- en lasterwetgeving. Die vind ik heel goed. Dus strafrechtelijk kun je dingen beginnen. Nou, precies. Dan geef je dus een overheidsinstantie de macht om te verbieden wat jij zegt en vindt. Kan de gevestigde macht, hè, de partijkartel, dan niet het debat heel makkelijk melkorven met inderdaad, die smaad- en moeten die hele smaad- en lastenwetgevers niet weg oproepen tot geweld, is bijvoorbeeld verboden. Dat is een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Ja. Daarvan heeft de politiek gezegd, het Openbaar Ministerie moet die dingen oproepen tot geweld, moeten vervolgd worden. Het is gewoon een uitzondering in zowel de Nederlandse grondwet als in het EVRM op vrije meningsuiting. Net als op bijna alle andere grondrechten. Precies, en daar kun je tegen zijn tegen die uitzondering, maar je moet in ieder geval erkennen dat we nu nog niet in een totalitaire staat leven. En die uitzonderingen zijn er al eeuwen zelfs. Ja. Als iemand in Rusland van een anonieme account iets over jou zegt, hoe wou je dat strafrechtelijk aanpakken? Ja, oké. Daar kun je dan aangiftes voor doen bij de Nederlandse autoriteiten. Dan kun je zeggen, dit willen we in Nederland misschien aanpakken. Oké. Maar je kan niet als overheid, want daar gaat het hier om. Maar als je in Nederland het misschien wil aanpakken, dan heb je het dus over de overheid. Maar nu komt het verschil opeens. Ja, opeens. Voor het eerst. Van tevoren gaan bepalen, dit is fake news. Dat wil men doen. Hij wordt nu eigenlijk in een hoek geluld door Eva Jinek. Mm-hmm. En nu zegt hij opeens, ja, achteraf kan er aan de overheid van alles. Ja, maar van tevoren. En dat wil u gaan doen? Nou, nee, helemaal niet. Heeft ze helemaal niet gezegd wat ze wil gaan doen? Nee. Hij vult dat gewoon in. Dat is de echte zuivere vorm van censuur. Ja. Voordat iets wordt op de meningenmarkt komt, gaat het eerst langs een ballotagecommissie. Ja. Dat is helemaal geen sprake van. Ja, en het enige voorbeeld dat hij heeft gegeven is Facebook. Hè, die achteraf dingen achteraf dingen onderaan de newsfeed plaatst en flagged. Dus in ieder geval weer foutieve informatie van Baudet. Oneerlijk debatteren. Ja. Niet je eigen fouten toegeven. Opeens de doelpaal verzetten. Ja. Waardeloos. Nee, de suggestie die ervan uitgaat is inderdaad dat er een overheidsinstantie gaat bepalen wat waar is of wat niet waar is. De gedachte is natuurlijk dat we dat met elkaar moeten gaan bepalen. Ja, inderdaad. Maar nogmaals, zij zit daar als minister die maatregelen wil nemen. Inderdaad, dus vul het nou eens in. Ja. En je merkt ook in de VS en in andere landen is het debat nu zo ver gevorderd dat ook bijvoorbeeld de grote techbedrijven, Facebook is natuurlijk het voorbeeld, maar ook Twitter, Google, Microsoft, et cetera, dat die niet meer zeggen van, nou ja, weet je, wij zijn eigenlijk alleen maar het platform. Nee, zij willen eigenlijk ook helpen, omdat het voor hun geloofwaardigheid ook belangrijk is, dat zij niet de verspreider zijn van dit soort dingen. Goed dat O'Longren dit zegt. Ik vind het goed dat die bedrijven dat gaan doen, dat ze zich dus meer als een soort krant
gaan gedragen. Hun verantwoordelijkheid die op hun schouders rust gaan erkennen. Gaan nemen, ja. Maar mijn vraag blijft dus, wat is dan de rol van de overheid? Nou, bijvoorbeeld Facebook is nu een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Leiden en met nu.nl, waar ze onderzoeken wat er op Facebook komt. En als iets aantoonbaar niet waar is, dan laat ze het gewoon staan. Wordt er niet afgehaald, maar ze zet het er wel bij. Ja, ik vind wel dat Kajsa Ollongren hier dus voorbij gaat aan dat onderaan de nieuwsfeed zetten. Ja, maar even kijken hoe gevaarlijk dit is. Oké, ik ben Thierry Baudet. Ik heb net beweerd dat de overheid in deze talkshow even herpersoonlijk door de vrouw die nu tegenover mij zit van tevoren dingen gaat censureren. Dat is niet zo, klopt totaal niet wat ik zei. Maar daar gaat het nu even niet over. Ik wil nu weer even gevaarlijk zeggen. Want het gaat ook over hate speech bijvoorbeeld. Daar is Facebook ook mee bezig. Dus dingen wat dan... Wie bepaalt wat hate speech is? Wat wel gaat en niet ook over hate accepteert? Speech? Kijk, dingen die illegaal zijn, dat is eigenlijk nog het makkelijkste dit gedeelte. Hè? Maar... Dus als het hate speech is, of als het oproept tot geweld, dan is het gewoon illegaal, dan moet ze het zelfs verwijderen. Ik ben het met al eens, dit is praktisch gezien het makkelijkste gedeelte. Want de wet zegt gewoon dat het moet. Ik vind het... filosofisch, zal ik maar zeggen, moreel niet het makkelijkste gedeelte. Want ik vind het wel raar om te bedenken dat zoiets vaags als groepsbelediging strafbaar is. Mm-hmm. Maar een direct gevaar als het huidige nepnieuws, desinformatie, niet. Mensen hier thuis die dit kijken kunnen niet genoeg doordrongen zijn van het gevaar hiervan. Nog een keer gevaar. Er gaat dus nu het vrije debat, wordt nu gewoon totaal ingedampt door publieke actoren met een agenda. Facebook was eerst al het internet. Yeah. Nu is Facebook het vrije debat. En een publieke actor. Maar is het ook niet gevaarlijk als dingen die echt hartstikke nep zijn en in scène zijn gezet heel groots worden verspreid? Dat is toch dat ook gevaarlijk? Jawel, maar dat is dus een non-probleem. Dat bestaat maar helemaal is niet. Dat... Nou, dat is een echt probleem, maar jij bent er onderdeel van. We hebben meerdere malen de minister gevraagd, kom dan met voorbeelden. Nou. Hier zie je dus weer de zwakke plek van Ollongren waar hij slim gebruik van maakt. Inderdaad, en ook deels terecht. Wat ik niet terecht vind, is dat hij de meerdere voorbeelden in dit specifieke, in de enkele minuten dat dit duurt, helemaal negeert. Ja. En als hij erop aan wordt gesproken, dan... Oké, dan iets anders. Ja. Oké, hier worden nou voorbeelden genoemd, maar in die brief van mevrouw Ollongren staan gewoon geen voorbeelden. Nee, inderdaad. Als het bericht wordt verspreid dat wij een asielzoekerscentrum in brand steken, wij Nederlanders, want we zijn boos, we hebben een asielzoekerscentrum in brand gestoken, wat niet waar is, maar er gaat wel een foto rond hier, het asielzoekerscentrum staat in brand, wat ook een oude foto is. Die helemaal met je wat moet je dan doen? Op zich is het wel een goed punt, want dit is een voorbeeld van iets dat echt tot ophitsing en strijd en hooivorken en gevechten zou kunnen leiden. Moet je dat dan negeren en maar gewoon doen? Ja hoor, gedeeld. Het CPB maar, van Koen Teulings heeft op een gegeven moment gezegd, de euro levert ons een weeksalaris op. Dat was een totale leugen. Fake news. Ik heb het opgezocht. Oké. Dat was geen totale leugen. Dat was een grove schatting. Uh-huh. In het boek Europa in crisis stond... De winst van de invoering van de euro is minder duidelijk ongeveer een weeksalaris. Dus minder duidelijk dan de winst van de interne markt. Mm-hmm. Ergens anders staat, de winst van de invoering van de euro is minder duidelijk dan die van de interne markt. Hoogstens ongeveer een weeksalaris. Hoogstens? Dus, hoogstens, ja. Dus er wordt heel voorzichtig gesteld dat het zoiets is. Oké, nou, dat wist ik niet eens. En toen heeft Koen Teulings later gezegd, dat moet je met een korrel zout nemen. Hij heeft eigenlijk nog een keer benadrukt hoe grof die schatting is. En heeft de euro ons wel zoveel opgeleverd? Het is echt wel moeilijk te zeggen hoor. Had Koen Teulings niet moeten zeggen, want waarschijnlijk doordat hij dat eerlijk toegaf, heeft Baudet dit gegeven. Toen ontstond daar een relletje omheen. Om die uitspraak van Teulings, want toen werd er gezegd, dus dat was een leugen. Maar naar mijn idee benadrukte hij nogmaals de grofheid van de schatting. De vaagheid van de formulering. Ja, en dat is iets heel anders dan moedwillig liegen. Ja, hoogstens is het misinformation en geen disinformation. Ja. Dan had hij dat er niet bij gezegd. Dan had hij niet gezegd, je moet hem met een korrel zout nemen, maar eet het maar lekker op. Ja. Zonder zout. Ja. Het is geen grove schatting. Dus minstens een week zal Precies. En sterker nog, dit is misinformation of zelf disinformation van Thierry Baudet. Thierry staat voor dat je er helemaal niet ingrijpt en dat je het laat zoals het is. U gaat er ingrijpen. Wanneer gaan we tastbare resultaten zien? Hier vind ik het dus jammer dat Eva Jinek zegt, u gaat daar ingrijpen, wanneer gaan we tastbare resultaten zien? In plaats van, u gaat daar ingrijpen, wat wordt de ingreep? Mm-hmm. Ja, inderdaad. Alsof we dat al weten. Voor de volledigheid, in de brief van Ollongren aan de Tweede Kamer, die de directe aanleiding is voor dit gesprek, staat wel een en ander over te nemen maatregelen, waaronder iets over die mediawijsheid op scholen. Het was fijn geweest als er iets meer van die brief in dit gesprek had gezeten. En misschien iets minder Baudet.
Vooral omdat ik vind dat bij een vrije samenleving hoort ook dat hij vrij is. Dat vind ik heel gewaagd dat ze dat zo zeggen. Ja, ja. En het gaat hier over buitenlandse actoren, dus gewoon andere staten die zich mengen in onze democratie. Het is ook erg belangrijk, vind ik. Noem ze nu pas voor het eerst. Ja. Maar dit stond wel gewoon in een van de eerste zinnen in een van die communiqués van de regering hierover. Stond namelijk expliciet statelijke actoren. Ja. En niet mensen met een mening, weet je wel. Statelijke actoren, en dat is die kern. Er zijn statelijke actoren die onze statelijke integriteit willen ondermijnen. Die de integriteit van andere staten al mogelijk succesvol hebben ondermijnd. Mm-hmm. En daar moet je je tegen wapenen. Ja. En daar kun je niet alleen als individuele burger tegen wapenen. Daar heb je gewoon de overheid voor nodig. En als ik dit hoor, dan zie ik ook een mogelijkheid om een filter aan te brengen dat niet zozeer op de inhoud gericht is, maar op de bron. En zeker als het gewoon Russische bots zijn, dan kun je bijna een computer laten vaststellen wie dat zijn. Ja, ja. En dan kun je automatisch die bots weren, zoals je al even voor internetformulieren zo'n vinkje hebt, ik ben geen robot, of dat je zo'n captcha moet invoeren om aan te tonen dat je geen robot bent. Ja. Dat soort maatregelen kunnen we invoeren. Inderdaad. En vanaf wanneer gaan we concrete resultaten zien? Nou ja, kijk, nu is het belangrijkste voor mij is dat er op 21 maart verkiezingen zijn. Dat is geen antwoord op de vraag. We moeten stemmen met een rood potlood, omdat we zo bang zijn dat de Russen zich ermee gaan bemoeien. Begrijp dat? Nou ja, het rode potlood heeft ermee te maken dat we zeker willen weten dat er niet in dat digitale systeem iets wordt gehackt door niemand. Ja, uitstekende oplossing lijkt me. Nou ja, nee, dit gaat erover dat je echt... Hier zet hij zijn grimassen om in een kreet. Nu wordt het echt belachelijk. Ja, ik snap niet wat hij erop tegen kan hebben. Tegen gewoon een extra veiligheidscheck op de vrije verkiezingen. Met een potlood, zoals we dat altijd al deden. Waar hij, ik hoorde hem zo zeggen. Vroeger, toen we nog met rood potlood stemden. In plaats van met zo'n onpersoonlijke stemcomputer. Ja. Misschien hoopte hij op een klein hekje. Ja, misschien dat hij... angstzaaierij vindt. Ja, dat die hack, natuurlijk hacken de Russen zo'n computer niet. Dat kunnen ze niet. Dat willen ze niet. Ja. Maar nog steeds op de eerste. Ja, hij wil echt in Sint-Petersburg wil hij daarnaast zitten. Ja. Terwijl iemand die wodka drinkt en die daarop klikt. Zou misschien een leuk tv-programma zijn. Ja. Hij al die dingen echt van dichtbij te zien krijgt. Ja, en dan die verbazing. Ja. En in een ander item maakt Zonnebrit Lubach ook het punt. Aan de hand dus van die brief van Ollongren. Waarin er geen goed voorbeeld zit, dat Rusland Nederland nog niet in het vizier lijkt te hebben. Ik wil best geloven dat de Russische dreiging echt is. Maar wat ik tot nu toe zie, dat stelt geen ene reet voor. De IVD waarschuwt er heel erg nadrukkelijk voor. Ja. Dus dat is volgens mij een goede indicatie om dat aan te nemen. Dat het hier nog niet heeft geleid tot de uitverkiezing van een Brexit of Trump. Ja. Dat klopt. Maar dat komt ook ten eerste door voorzorgsmaatregelen, zoals de eerdere verkiezingen op papier. En zelfs al is het nog niet heel duidelijk in het vizier, is er alle reden toe om aan te nemen dat dat wel een wens is. Ja. Dus kun je er maar beter vroeg op anticiperen. Ja. Zolang we blind blijven vertrouwen dat we al genoeg gewapend zijn, terwijl we dat niet zijn, kunnen dus buitenlandse actoren misbruik blijven maken van ons onterechte geloof in onze eigen stabiliteit eigenlijk. En ons onterechte wantrouwen in de eigen overheid. In de eigen overheid, ja. Vergeet niet dat mensen als Thierry Baudet en ook Donald Trump bijvoorbeeld al grote verspreiders van desinformatie zijn zelf. Ja, Thierry Baudet zit gewoon in de Tweede Kamer. Ja, inderdaad. En die zit daar een beetje te zieken over dat het MH17-rapport niet klopt en dat de overheid niet te vertrouwen is. Ja, zelfs al komt het niet vanuit een Russische bot. Hè? Het is er ook gaande is dat een deel van onze opiniemakers en politici de waarheid volledig ondergeschikt hebben gemaakt aan scoren in de media. Machtspolitiek. Ja. En zelfs hierover wil Baudet wantrouwen zaaien over dit wat Ollongren zegt. Niks wat zij zegt is te vertrouwen. Ja, het begint met een rood potlood en eindigt met een rode vlag overal. Inderdaad, ja. Hamer en sikkel. Rood potlood, heeft minister Ollongren heel duidelijk gezegd. Waarom geen blauw potlood?